Woestijnvis, Telenet. Het is niet simpel om een zicht te krijgen op welk productiehuis hoeveel geld krijgt van de overheid. Merim Almatji van Groen kan als voorzitter van de commissie Cultuur hopelijk wat meer duidelijkheid brengen. En we vragen haar ook wat ze van het voorbije parlementair jaar vond. Welkom Merim Almatji. Sinds dit jaar dan denk ik een nieuwe functie. Voorzitter van de commissie Cultuur, nu toch een goed werkjaar bezig. Ja. En meteen al de beuk erin, want een aantal Vlaamse producenten zijn helemaal niet tevreden over het beleid van minister Dalle en dan vooral over het geld natuurlijk, het enige probleem. Ja, het is een hele goede zaak. Er is een nieuwe investeringsverplichting die eraan komt. Dat maakt dat, dat bijvoorbeeld techbedrijven of grote productieplatforms, dat die moeten investeren in Vlaamse inhoud, content, zoals dat dan noemt. En dat is een goede zaak. Dat is een goede zaak. Maar vreemd genoeg heeft de minister besloten om plots een deur open te zetten. Vroeger ging dat naar onafhankelijke bedrijfjes, onafhankelijke producenten. Nu plots ook naar afhankelijke producenten. En dat zijn bijvoorbeeld, veel mensen zullen dat niet helemaal kennen. Bijvoorbeeld Woestijnvis. Hè, of een aantal van die productiebedrijfjes die eigenlijk onder een groter moederhuis zoals Telenet vallen. Ja, okay. En dus je krijgt een situatie waarbij dat die investeringsverplichting geld binnenbrengt, maar dat dat nu ook kan gaan naar een moederbedrijf, Telenet, via die dochter die er dan is, die dan Vlaamse content gaat maken. En dat is nieuw en dat is vreemd, omdat vroeger ging het naar onafhankelijke productiehuizen, omdat zij de grootste creativiteit hebben. En die afhankelijke bedrijfjes, die hebben meer kansen, omdat ze in zo'n groot moederbedrijf zitten. En die hebben een concurrentieel voordeel. En nu gaat de minister eigenlijk dat concurrentieel voordeel en nog versterken. Ik hoorde ook zeggen, kijk, ja, als je daar dan geld aan geeft, dat wordt niet altijd geherinvesteerd in Vlaanderen. Inderdaad. Dat verdwijnt, in het geval van Telenet, naar de Amerikaanse aandeelhouders ja, natuurlijk. En dat heeft gemaakt dat ik de minister ook heb gezegd dat dit eigenlijk een onbegrijpelijke principeskwestie is waarin hij een bocht heeft genomen. En eigenlijk dat ecosysteem van die onafhankelijke producenten heel zwaar dreigt te verstoren. Want wat gaan die doen in de toekomst? Die gaan zeggen, oei, oei, zouden we toch niet onder zo'n grote moedergroep, want daar gaan we meer kansen krijgen. Dat is veiliger, want die gaan in hun eigen producties meer investeren. Ja. En dat is jammer voor... Volgende vrijdag komt dat nog, denk ik, op de ministerraad. Ja. Dat zal dan ook de laatste worden wellicht van dit jaar. En ja, daar horen we, als we het nu heel breed opentrekken, los van de cultuur. Ja, centen is een eeuwig probleem van deze Vlaamse regering, zouden we kunnen zeggen. Maar nu dreigt dat stikstofakkoord, u volgt het ook, op de tafel te belanden. Of zullen we meteen zeggen, niet meer op de tafel, maar recht in de vuilnisbak. Wel, en je ziet dat deze vrijdag de ministerraad ongelooflijk zwaar beladen is. Er is inderdaad dat stikstofakkoord en dat risico dreigt. Dat zou echt totaal onverantwoord en onbegrijpelijk zijn. Want alles wat je nu niet oplost, dat gaat dubbel en dwars terugkomen na de volgende verkiezingen. Dus dat is eigenlijk echt onverantwoord. Ja, uitstel van executie met andere woorden. Absoluut. En dat is eigenlijk onverantwoord. Men heeft nu de duidelijkheid nodig om de nodige maatregelen te kunnen nemen. Trouwens ook voor de boeren die vandaag voor investeringen staan. Voor ons natuur, voor ons milieu. Terwijl vandaag in Europa die natuurherstelwetgeving toch gestemd is geraakt. Ja, tegen de verwachting in van velen natuurlijk. Tegen de verwachting. Want we dachten al, dat is daar ook een hopeloze zaak aan te worden. En dan zie je aan de ene kant Europa doet het dan wel, zij het op misschien wat afgezwakte manier, tot daaraan toe. Maar vreest Vlaanderen u nu echt... ter plaatse trappen. Ja, maar vreest u nu echt dat dat stikstofakkoord van de tafel zal worden geveegd? Wel, het is ongelooflijk dat dat zo net voor de zomer... Want uw broer, de minister van Landbouw, duwt toch het gaspedaal in de verkeerde richting. Maar laat mij eerlijk zijn, mocht deze regering kunnen vallen, want het is een legislatuurregering, dat is het verschil met de federale regering, dan had ze al lang gevallen over dit dossier. Dan had de kiezer zich al kunnen uitspreken. Ja, dat hebben we gezien met de crisis van een paar maanden geleden. Hè. En men houdt elkaar in een houtgreep en men blijft dat maar doen. En dat is geen regering meer. Hè? En dus in die zin is het onbegrijpelijk dat we nu weer op... En dan, we kunnen het zelfs niet bevragen in plenaire, vlak voor de zomer met zo'n cruciaal dossier zitten. Hetzelfde voor het investeringsdossier daarnet voor de audiovisuele sector. Hetzelfde voor de dierenwelzijnscodex van minister Weitz. Ook al jaren aangekondigd, nu weer op de valreep, na 4 keer geagendeerd te zijn. Komt het erdoor, komt het er niet door? Of ik noem maar wat, er komen nog een heleboel onderwijsdecreten en dossiers absoluut op tafel. Die zijn ook niet opgelost allemaal. Nee. Dus. En men gaat dus de zomer in, zonder dat het parlement nog kan samenkomen. Ik hoop dat we een aantal van die zaken, de commissies eventueel nog kunnen bijeengeroepen worden. Ik doe die oproep alvast. Ja. Maar je ziet dat, dat er eigenlijk een hele hoop
klaar ligt, dat men er snel wil doorjassen. Maar stel en dat is geen goede zaak. Dat er vrijdag toch ergens een wiel afdraait. Ja, ja. In theorie kan u het parlement toch opnieuw laten bijeenroepen in plenaire. Daar gaan veel collega's niet lachen, maar het kan. Hè? Maar het kan en dan moet het ook. Mm-hmm. Ik ben ervoor gekend dat ik die parlementaire autonomie altijd heel belangrijk heb gevonden. Doorheen heel mijn politieke carrière. Als er een wiel afrijdt, sowieso staat het buiten kijf dat het parlement moet bijeenkomen. Mm-hmm. Maar sommige van die beslissingen zijn ook gewoon belangrijk genoeg om er nog een commissie voor bijeen te roepen. En dan zitten we meteen... niet verwonderlijk natuurlijk, want volgend jaar is een verkiezingsjaar en iedereen zit natuurlijk in verkiezingsmodus. Stilaan of toch al helemaal zelfs. Ja, en dat is een aantal hebben dat nooit losgelaten. Voor een aantal partijen is mijn analyse is dat het eigenlijk niet gestopt is. En dat is ook de reden waarom dat men in die continue gevechten blijft. Mm-hmm. Dat men geen knopen kan doorhakken om vooruit te gaan. Omdat die continue profilering na de voorbije verkiezingen nooit is gestopt. Mm. En als je dan ziet hoe op vlak van levenskwaliteit, en dan hebben we het vandaag gehad over de wachtlijsten voor mensen met suïcidale gedachten. Maar je ziet ook de situatie in de crèches. Je ziet het op vlak van de rusthuizen. Je ziet het op vlak van gelijke kansen, armoede. Alles wat te maken heeft met onze levenskwaliteit. Onderwijs. Mm-hmm. Nog een dossier waar minister Weitz eigenlijk echt niet thuis heeft gegeven als bevoegd minister. Je ziet gewoon dat het kraakt langs alle kanten. En dat heeft veel te maken met die profileringsdrang ten koste van elkaar. Ja, misschien wel. Intussen merken we ook, u was nog een dik jaar geleden partijvoorzitter. Er nu Jeremy van Eekhout. Ja. Tevreden over zijn eerste strapatsen, zullen we maar zeggen. Ik zou het niet strapatsen noemen. Hij doet mij hart en ziel aan politiek. Mm-hmm. Maar hij was mijn ondervoorzitter. Hè. Hij heeft dat 5 jaar geweest. Hij is mijn eerste voorzitterschap. Ja. Wij hebben heel goed samengewerkt. En je ziet dat hij die ervaring ook vandaag zeer goed in het parlement, maar ook als partijvoorzitter gebruikt. Hij blijft heel rustig samen met Nadia, een zeer sterk duo, die ook eigenlijk de eigenheid van onze Vlaamse samenleving weerspiegelt. Mm-hmm. Het is een beetje jammer dat de 11 juli-boodschappen van de Vlaamse regering daar haaks op staan. Maar als duo was het in uw geval ongeveer hetzelfde, maar dan omgekeerd. Dat is waar, maar dus, wij houden het is traditie sterk. Ja, dat klopt. En dan toch een beetje een velen zullen verbaasd zijn geweest. Een aantal mensen die nu al zeggen, ik neem afscheid. Björn Joska, Elisabeth Meuleman, Christophe Calvo, om maar een andere grote figuur te noemen. Dat is logisch, maar toch bijzonder jammer. En voor wie, u weet het ook als geen ander, lijsten gaat moeten maken bij de Groenen, dat is geen sinecure om het voorzichtig te drukken. Nee, dat klopt. Maar tegelijk, je kan respect hebben voor de individuele beslissing van mensen, want politiek, zeker in deze tijden, is echt niet evident. Nee, maar tegelijkertijd hebben wij als partij een traditie om regelmatig nieuwe mensen naar voren te brengen. Zo ben ik trouwens ook uit het niks-fractieleider geworden. U bent ook zo een kind van de vernieuwing. Hè? Voilà. Ja. En Elisabeth Meuleman heeft zo ook een vorige corifee opgevolgd, Jos Stassen. En dus het is een combinatie van persoonlijke evaluaties die per definitie persoonlijk zijn, dus daar kan ik niet veel over zeggen. En partijkeuzes om een goede mix te maken. Maar er zijn meer dan genoeg mensen om die goede mix te maken. Maar je ziet het ook nog helder zijn. Overal, in alle partijen, blijken mensen er stil aan de brui aan te geven. Mm. Aan de ene kant is er natuurlijk een kans op vernieuwing en verjonging. Mm. Maar aan de andere kant verdwijnt er ook een deel talent, uiteraard. Ja. En het is ook een stukje een teken van de tijd. Ik heb doorheen al die jaren dat ik in de politiek zat, 15 jaar geleden, waren de zeden ook anders dan vandaag. Je kan niet omheen dat met de opkomst van de sociale media het aantal aanvallen op de man, niet alleen op die sociale media en zo'n beetje. Op de vrouw en op de kleur. Hè, en misschien nog wat meer op de vrouw en op de kleur en op de. Ja. Dat is uit het treuren bewezen, helaas. Daar kan je zelfs niet over discussiëren. Dat is echt bewezen door verschillende onderzoeken. Dat het daar ongemeen hard aan toe gaat. En dat weegt natuurlijk ook op mensen. En politici zijn ook mensen. En het merendeel van de politie. Want onze stil, ik heb mij over een aantal dingen heel zwaar kwaad gemaakt. Geërgerd, zelfs geschaamd over een aantal incidenten. Maar het neemt niet weg dat er hier ook heel veel mensen zitten die met hart en ziel voor de samenleving een bijdrage willen Gelukkig leveren. Nog, want het gaat er hard aan toe. Maar u gaat toch doordoen? Mag ik aannemen? Ik heb een uitzondering gekregen van mijn partij. Ik heb dat gevraagd, ook op vraag van de partij. Dus dat is een wisselwerking. Ze hebben mij gevraagd om nog een rol te spelen. En dat zal ik ook doen. Hè. Ik denk dat dat ook nodig is. Het is een tijd om te vechten voor idealen. En misschien om te overleven voor sommigen, men nu al. Maar voor ons als Groene Partij, tussen alle grote gevechten in die centrumpartijen en de machtspartijen door,
slagen we er wel in om belangrijke zaken te realiseren en een tanker een stuk te keren op vlak van beleid. Op federaal niveau hebben wij een historisch akkoord gemaakt rond energie. Wij hebben 5 keer meer energieproductie gerealiseerd dan de afgelopen 20 jaar. Al die machtspartijen hebben geprobeerd. Ja. We zijn erin geslaagd om de bevoorradingszekerheid een heel stuk dichterbij te brengen. We zijn erin geslaagd om nieuwe zeden in de politiek te brengen. Rond femicide, wetgeving, ecocide. Ja. Dus daar zijn we echt in geslaagd om de tanker serieus te keren, maar op een rustigere manier dan sommige collega's. En ik roep hen daartoe ook op om op een rustige, bezadigdere manier aan politiek te doen. Want het is al hard genoeg, zoals ik daarnet zei, op die social media. Dat sijpelt door, dat weegt op heel veel politici, terwijl we net vandaag die kracht en die talenten nodig hebben. Okay. En ik zal altijd voor die waarden vechten. Ja, dat is waar. En bij u de combinatie zeker. Af en toe wat harder, maar ook de zachte kant daarvan. Probeer altijd menselijk te blijven, maar op de inhoud scherp zeker te zijn. Zeker. En ja... Goed, u heeft het allemaal opgesomd. Nu is het natuurlijk de zaak om vanaf volgend werkjaar die kiezer te proberen te overtuigen van alle zegeningen die Groen de voorbije jaren gebracht heeft. Bedankt voor het gesprek. Dank u wel. En een goede vakantie toch wel hopelijk toegewenst. En wederzijds en ook aan alle kijkers. En laat ons hopen dat we het hoofd wat kunnen koel houden in het politiek en met een warm hart verder kunnen genieten van elkaar en van het leven. Oké. Dank u.